Bij een slagerij thuis. Ja. Ja. En er waren, in, als ik me niet vergis, een stuk of 10, 12 slagerijen in het Ginneke. Dus dat was concurrentie van hier tot Gunter. Moest ik rondrijden, als 6 of 7 jarige, om te kijken hoe dat bij Jantje, bij Pietje, bij Klaasje, de biefstuk kostte. Toen kregen we de rotjaren vanaf ongeveer 34, 35. En moest ik rondkijken wat het bij de concurrentie kostte. Mm-hmm. En dan schreef ik dat op. En dan was er een groot bord aan de muur. En dan stond het op, biefstuk zoveel, dat van niet. En dan moest ik dat met krijtje weer invullen, dat het dus bij ons een cent duurder was. Of goedkoop was. Wij wilden altijd het goedkoopste zijn, maar bij de concurrentie was het precies hetzelfde natuurlijk. Hè. Dus het was een echt gevecht ervoor. Ja. Wij hadden maar 10 kinderen thuis. En dan moesten dingen eten in het laadje komen natuurlijk. Hè. Ook die worstmakerij, die bleef wel gehandhaafd. Maar al die slagers die daar rond de meierij van den Bos enzovoort, leverden wij al toen al aan. Maar die betaalden niet à contant, nee. Soms maanden na de hand of helemaal niet meer. Want ik heb in het verleden heb ik zo'n kastje gehad, ik heb orven. En daar lagen nog rekeningen die nog niet betaald waren. En dat waren die van 35 tot 40. En nog zo. Dus dat was dus een echte concurrentietijd. En er waren dus 3 dochters waren naar kostschool gestuurd in Etten. Omdat, anders waren ze te veel in huis en ze deden geen fluit meer. En dan zei mijn vader, op naar het klooster, dan naar Etten en naar het kostschool. En dat kostschool, dat leverden wij ook aan, op een gegeven moment. En wij leverden aan een seminarie, toen een seminarie in het Ginneke. Wij leverden aan het ziekenhuis, Laurentius ziekenhuis, ook in het Ginneke. We hadden de pastoor van Wees. En er waren dus nog 3 kapelaans verder in het Ginneke, toen. Van Mechelen, dat was een kapelaan die heel erg muzikaal aangelegd was. En daar was ik bij op koor. Ik was ook, in de tussentijd dat ik dus niet op koor was, was ik ook al misdienaar. Dus en allemaal voor de zaak in feite. Hè. Het werd bij mij maar ingestopt bij mijn vader. Mijn vader zegt, doe dat dan en dat dan en dat dan. En het was allemaal voor de week. Dus mijn vader kocht op de markten vlees. Nee, koeien. Want we slachten zelf thuis toen nog, voor 42. Wij hadden ook nog een paar weilanden. Die huurden wij van een boer bij de Bieberg. En daar legden eerst kalven enzovoort en jonge koeien. En die slachten wij dan in het hele jaar daar verderop. Als ze genoeg gevreten hadden, het gras gevreten hadden, dan was het zo dat ze geslacht werden. Allemaal thuis. Die boeren brachten ze zelf. Tippelen. Die boeren, daarom, en er waren wel eens veewagen en zo, maar dat was toen nog niet erg. Dan hadden wij 6 knechts, die dus of achter slachten, of in de winkel stonden om mijn vader te ontlasten, bij wijze van spreken. Van de Put was ook nog in de Presenderingstraat. Die had ook nog een eigen slachterij thuis. Maar verder waren die andere slachters niet thuis. Ja. Toen was Breda dus ook al. En er waren grossiers natuurlijk. Hè. Die vleesgrossiers die zelf dan slachten in het slachthuis in Breda al. En dan hoefden ze maar te bestellen. En dan kregen ze een zijvlees of een weet ik wat voor al wat ze dus wilden hebben.